Op mijn schep ligt de wereldbol. Ik heb dit symbool gekozen omdat de Floriade ons als Eres Hogeschool een schat aan internationale contacten heeft opgeleverd. Het gebouw van Eres Hogeschool is heel bijzonder omdat het een buitengewoon groen gebouw is. Tienduizenden planten in, op en aan het gebouw. Ons gebouw was een grote attractie voor veel delegaties uit binnen, maar zeker ook uit buitenland. Ik kan een paar leuke voorbeelden noemen. We hebben een heel gezelschap van landbouwattachés in ons gebouw ontvangen. Dat heeft ertoe geleid dat ik op heel veel momenten na die ontvangst deze attachés heb kunnen spreken over mogelijkheden voor samenwerking met partners in de landen die zij vertegenwoordigen. We hebben de Fransen op bezoek gehad. Een heel belangrijk onderwerp in Frankrijk, de organisatie van de Olympische Spelen. Onze lector, die zich bezighoudt met groene steden, kon deze ambassadeur en zijn gezelschap vertellen over de manier waarop we ook op de Floriade bezig zijn geweest met onderzoek naar de groene stad. En wij hopen op verder betrokkenheid bij onderzoek in Frankrijk naar hoe zij hun stad Parijs vergroenen in de voorbereiding naar de Olympische Spelen. We hadden een heel bijzonder bezoek uit de Verenigde Arabische Emiraten. Een grote delegatie onder leiding van een jonge, vrouwelijke minister. Door dit bezoek zijn wij als Eres in gesprek geraakt met een ontwikkelaar van een enorm project, wat ertoe kan leiden dat wij in de Verenigde Arabische Emiraten een Food Academy kunnen helpen opzetten. Na de Floriade houdt het voor ons niet op. Wij zullen doorgaan met het ontwikkelen van thema's die in de Floriade ook aangereikt zijn. Dat varieert van insectenteelt tot en met de korte voedselketen. En daarnaast zullen we volop inzetten om de nieuwe internationale partnerschappen volop uit te buiten. Wij hebben er zin in.